je wat voor dag het vandaag is, Scoop? Oh, joepie! Is het de dag waarop we gebouwen boom laten doen? Ja, een gecontroleerde vernietiging met behulp van explosieven. Ik kan niet wachten! 3, 2, 1, boom! Nog een keer! Nog een keer! Ja, wat dacht jij dan? Zo gaaf! Ik hou van deze baan, Bob! Kunnen we nu nog eens boom laten doen? Boom, boom! Sloopwerk is niet alleen maar iets boom laten doen, Scoop. Het gaat om het veilig verwijderen van oude gebouwen. Ja, heel interessant, Bob. Maar kunnen we nu kijken hoe die boomt? 3, 2, 1... Boom! Zie je hoe het in elkaar stort? De explosieven zijn zo geplaatst dat de ontploffing maar een klein gebied treft en niets eromheen beschadigt. Zoals die bomen daar bijvoorbeeld. Wat zeg je, Bob? Ik versta je niet. Er is iets te veel boom. Oude gebouwen kunnen op verschillende manieren gesloopt worden, Scoop. Bijvoorbeeld met... sloopkogels! Juist! Een grote en zware stalen of betonnen bal wordt naar het gebouw geslingerd, wat dan wordt... verbrijzeld! Precies! De sloopkogel wordt geslingerd vanaf een kraan, zo een als Lifty. Oh, Lifty mag al het leuke werk doen. Ik kan ook goed dingen kapot maken, Bob. Ja, Scoop. Ook soms als ik je niets heb gevraagd. Huh? Pas op, Bob! Een gigagroot monsterlijk ding eet dat gebouw op! Dat is een hydraulische klauw, Scoop. De machine heeft een grote grijper om het gebouw stukje voor stukje uit elkaar te halen. Hiermee kunnen de bouwvakkers kiezen welk deel van een gebouw ze willen slopen in plaats van het hele ding te vernielen. Dus er is geen gigagrote monsterklauw? Nee, Scoop. Oh, dat zou zo cool geweest zijn. Bob, kun je een gigagrote monsterklauw aan mij bevestigen? Nee. Oh,